Nu is het nog een tropische storm, maar deze kan elk moment orkaankracht bereiken. Storm Laura. Laura is net Cuba gepasseerd en bevindt zich boven de Golf van Mexico. En zal aan land gaan in de nacht van woensdag op donderdag tussen Houston en New Orleans in. En er is een grote kans dat deze hier veel schade gaat veroorzaken. Eerder leidde de storm al tot tenminste 13 doden in Haiti en de Dominicaanse Republiek. Daarnaast is er veel materiële schade. Vele huizen zijn kapot. Duizenden mensen zijn dakloos geworden en ruim een miljoen Dominicanen zijn zonder stroom komen te zitten. De impact van de storm zal nog jaren merkbaar blijven. Laura gaat ook in de VS voor grote problemen zorgen. Als de orkaan aan land komt, is deze waarschijnlijk een zware orkaan van de derde of vierde categorie. De orkaan gaat gepaard met hoge windsnelheden, soms wel meer dan 200 km per uur, veel regen en hoge golven. Hierdoor kunnen bepaalde gebieden onder water komen te staan. Weer Plaza blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.